U heeft de taak overgenomen. Ja, daarom ben ik hier. Oké. Wat ik u alleen wil zeggen, kijk niet naar het ander. U heeft de taak genomen. We hebben u het mandaat gegeven. Dan moet u het voltooien. Daarom ben ik hier toch? En ik heb het niet specifiek met u, maar met de minister. Zeg mijn minister. Is u minister, maar minister eerlijk gezegd. U heeft wat gezegd in mijn hart. Ik ben geboren, getogen, Surinaamse vrouw hier, die hier staat. Maar u heeft wat gezegd die het Surinaams volk heeft getroffen. En dat is? U mag niet zeggen, laat het Surinaams volk voelen. Nee. Ik zeg u alleen. Wanneer ik praat, moet u precies weten wat u praat. Want je hebt Surinamers die luisteren, maar je hebt Suriname pak dat door. Komt u door? Kijkt u? Ja. Zie je wat ik bedoel? Ja. Kijkt u hier? Ik kan niks en nogmaals niks doen. Ja. Kijkt u? Alles nat. Alles is nat. Ik moet alles omhoog zetten. Ik kan niet werken. Ja. Toch? Nee. Komt u kijken. Nee. Ik moet alles omhoog zetten. Want waarom? Mijn hele stoel is nat. Kijk. Mijn hele stoel is nat. Ik kan niet werken. Ik ben iemand. Ik zit achter de machine. Ik verdien mijn geld. Ja. Ik heb laatst. Dinsdag heb ik mijn machine uit water weggehaald. Ik moet ervoor betalen. Ja. Ik weet zelf niet wat ik moet doen. Ik ben al moe. Kijkt u tot waar het water was. Kijk hoe ver het water was. Kijk hier. Ja. Ziet u hoe ver het was? Ja. Mijn slaapkamer. Mijn bed ziet er niet mooi uit. Vanaf december. En er is nooit iemand komen kijken. Niemand is gekomen. Niemand. En de president is gekomen, bent u blij? Niet die oplossingen gebracht? Ik vind dat hij geen oplossingen heeft gebracht. Hij is komen oriënteren. Ik hoop het. Dat hij zijn werk naar behoren doet. Want ik ga je eerlijk zeggen, het komt diep uit mijn hart. Ik geloof deze president helemaal niet.